vlaggen bij Hart van Zuid om hard onder de riem te steken. Het valt gelijk op als je het winkelcentrum Hart van Zuid in Apeldoorn komt oprijden of lopen. Overal hangen vlaggen, maar die hangen daar niet om iets te vieren. Allemaal vlaggen op Hart van Zuid, waarom? Ja, mag duidelijk zijn, hè. We willen natuurlijk iedereen een hart onder de riem steken en dat doet iedereen op hun eigen manier. En wij doen het op deze manier, want ja, het is momenteel natuurlijk een gesprek van de dag hier op het winkelcentrum. Van de ondernemers zelf uit en natuurlijk alle klanten die je binnenkrijgt. Dus we hebben besloten om de vlag naar buiten te hangen voor iedereen die het nodig hebben. Mensen die in zorg heel druk bezig zijn, ziekenhuizen, noem maar op. Vergeet niet iedereen die natuurlijk ook financieel een strop hebben, bedrijven. Je kunt het gek niet bedenken, wij hebben ook heel veel mensen van de kermis die in Praag een hele kermis hebben opgezet. Die de boel weer af konden breken en zo kun je natuurlijk wel doorgaan, want iedereen heeft hier mee te maken. Als je al die vlaggen ziet, lijkt dat eerder op een te vroege Koningsdag. En dat vraagt om uitleg aan de bezoekers van het winkelcentrum. Iedereen zegt ook van geweldig dat jullie dat doen. Wij gaan de vlag ook buiten ophangen. Ja, maar snappen ze gelijk waarvoor die vlag bedoeld zijn? De meeste die ik al heb gaat wel. Sommigen die zeggen van waar is het precies voor? Die heb ik natuurlijk ook wel gehad. En als je het dan uitlegt, zeggen ze nou helemaal geweldig. Niet alleen de bezoekers zijn positief te spreken over dit initiatief. Maar ook de winkeliers van Hart van Zuid ondersteunen dit gebaar. Maar daar blijft het niet bij. De vrachtwagenchauffeurs hier aankomen rijden, van fijn dat jullie er ook aankomen zetten, want ook jullie zijn druk, meer uren draaien. Mensen in de supermarkt die gisteravond zelfs tot 11 uur heb ik zelf gezien nog bezig waren om de schappen te vullen. Dus dan mag het toch wel naar buiten getoond worden. Arno Dijkerman is zelf winkelier en merkt dat mensen soms echt een hart onder de riem nodig hebben. Ik heb gisteren een vrouw in de winkel gehad en die was overal aan het kijken naar thermometer. En wij waren de laatste winkel nog en eerlijk is eerlijk, ze stond gewoon te huilen voor je. En dat doet ons veel. En zo, ja, telefoon, ook via Facebook, heel veel berichten die binnenkomen, die ik constant toch ook probeer te beantwoorden. Mensen met vragen, dus . De vlaggen hangen slechts 2 dagen op het winkelcentrum. Na zaterdag zijn ze weer weg.